Bien rellenito. Hoe groot is de kans dat de VAP in de regering zit? We hebben niet daarover gesproken. Vandaag was het praten over issues. We hebben niet gesproken over regeren. We hebben niet gesproken over samenwerken. We hebben niet gesproken over wat dan ook. Wij zeggen, wij willen dat het goed gaat in het land. Er zijn issues die spelen die we graag ook gerealiseerd wensen te zien. Niet alleen voor onze achterban. Vergeet u niet dat ruim 100.000 mensen gestemd hebben op V7. En ongeveer 115.000 mensen gestemd hebben op de NDP. Vergeet u dat niet. En dat ook willen dat in dit land er een paar zaken in orde gebracht moeten worden. En die issues heb ik gepresenteerd. We hebben ook gesproken over functioneren in het parlement. Dat we ook verlangen dat in het parlement er een goed overlegstructuur komt tussen oppositie en coalitie. En laten we samen zitten en laten we kijken welke issues zijn, welke wetten moeten op de agenda komen. En laten we samen die wetten allemaal gaan behandelen. Laten we samen al die issues in het parlement gaan bespreken. En dat die tijd van Amandelboom afgesloten moet zijn. Meneer Santokki, komt u... Zijn de contouren gelegd voor nog een gesprek hier bij het kabinet? Dat is niet aan mij medegedeeld, maar dat ligt ook niet aan mij. Als wij uitgenodigd zullen worden, zullen we altijd ingaan. Ik moet zeggen dat het een goede uitwisseling is geweest van informatie. De president heeft aangegeven de zaken die op dit moment spelen en dat belangrijk is op dit moment. De issues die te maken hebben met diverse vraagstukken betreffende de ontwikkeling van ons land. De kunst gaat zijn de komende periode om toch ervoor te zorgen dat ondanks het feit dat de NDP aan zet is, de NDP de regering zal moeten vormen, dat de issues die ook de, stemmen zeggen de NPS, de oppositie, bekoren dat ook die issues daar rekening mee wordt gehouden. Is dat de keus al, want u heeft het al gezegd, denk ik, de oppositie? Wat de NPS betreft moet ik zeggen dat wij al in een vroeg stadium te kennen hebben gegeven dat de positie van de NPS op dit moment is dat wij een constructieve oppositie gaan voeren. Dat betekent dat wij de keus maken om niet in de regering te participeren. Maar dat we wel ons zo gaan opstellen dat wanneer er vraagstukken op ons bord komen die de ontwikkeling natuurlijk betreffen van Suriname, dat we daarnaar gaan kijken met een zakelijk oogpunt. En wanneer dus die zaken zeg maar in onze ogen positief zijn voor de ontwikkeling, dan zullen we die ondersteunen. Waar zaken zich voordoen waar we ons niet in terug kunnen vinden, zullen we wel aan de bel trekken. En dus dat is de manier hoe wij te werk zullen gaan. Ja, misschien direct vervolg hierop. Maar als het gaat om het kiezen van de president, gaan jullie daarmee wel meewerken? Wij zullen medewerking verlenen om in ieder geval het proces niet te doen stagneren. Er is een situatie binnen PL waar de heer Chitten thans ook heeft gekozen voor de richting van de heer Sapoen. We vinden het jammer, omdat die zetels binnen zijn gehaald binnen V7-verband. Ook de heer Chitten is onder andere met stemmen van de NPS binnengekomen. Dus we vinden het wel treurig dat op die manier natuurlijk omgegaan wordt met de ondersteuning, de stemmen van andere partners binnen V7. Maar dat is de politieke realiteit en daar moeten we dus rekening mee houden.